Burgemeester Gerritsen, laten we beginnen met het meest recente nieuws. De lockdown tot 14 januari. Hoe is dat bij u binnengekomen? Ja, hard. En ik denk voor heel veel mensen in de stad nog harder. Ondernemers bijvoorbeeld, zeker in de horeca, de restaurants. Die erop gehoopt hadden dat ze gastvrijheid konden bieden aan mensen die nog gezellig samen een uit willen gaan of een hapje en een drankje willen doen rondom de feestdagen. Heeft u al reacties van ondernemers gehad bijvoorbeeld? Ja, ik spreek ondernemers die zeggen dat ze het heel moeilijk vinden. Hè. En horecaondernemers hebben over het algemeen een gastvrije inborst. En willen ook dat mensen een gastvrij onthaal kunnen bieden. En dat kan dan niet. Maar het geldt eigenlijk voor alle winkels. Hè, want alleen de essentiële winkels zijn nog open. Maar dat betekent dat modezaken, elektrozaken, noem het maar op wat we hebben, ook niet open kunnen. En dat zijn toch, dat zijn winkels waar het bestaan van mensen van afhangt. Had u een lockdown op dit moment verwacht? Nou, het zat er al wel aan te komen natuurlijk. Hè. Alle berichtgeving die afgelopen weken er was rondom de Omicron variant. Ik ben ook lid van het bestuur van de veiligheidsregio Twente. Ook daar ontstond al langzamerhand het beeld dat het heel hard zou gaan met die besmettingen. En dat we het niet droog zouden houden zonder aanvullende maatregelen. En dat blijkt nu ook. Hè. De berekeningen die het RIVM en het OMT voor het kabinet gemaakt hebben, die zijn nu ook openbaar gemaakt. En ik ben geen statisticus, maar als je daar een beetje met enige doorgronding naar kijkt, dan zie je dat als we geen maatregelen nemen, dat de belasting van de gezondheidszorg enorm wordt. En dat kunnen we ons niet veroorloven. We zitten nog volop in de coronapandemie. Ja. Hoe kijkt u terug op de afgelopen 20 coronamaanden? Nou, die zijn best wel indrukwekkend eigenlijk. Hè. Als ik het positief duid, dan vind ik dat we vooral kunnen terugkijken op een buitengewoon veerkrachtige gemeenschap. Als ik zie hoe vanaf het prilste begin, hè, vanaf februari, maart 2020 tot nu, vrijwilligers in onze stad, ondernemers, maar ook particulieren, voor elkaar hebben klaargestaan, dan is dat echt wel een verdienste van onze gemeenschap. Wat is u het meeste opgevallen? De naastenliefde, de zorg voor elkaar, ook het ogenschijnlijke, zeg ik erbij, gemak waarmee men toch in die nieuwe werkelijkheid door kon in onze samenleving, ondanks het feit dat er heel veel onzekerheid, soms ook echt leed was in die samenleving, hebben we toch de bakens kunnen verzetten met elkaar. De ondernemers hebben veerkracht getoond? Ja, dat vind ik echt. 2021 is ook in een ander opzicht een veelbewogen jaar geweest, met 4 dodelijke slachtoffers in 1 maand. Hoe heeft u dat ervaren als burgemeester? Het was vooral een kwestie van enorm persoonlijk verdriet bij de families, de nabestaanden van die 4 slachtoffers. Dat blijft mij enorm bij. Hè. Ook omdat je als burgemeester, je bent goed geïnformeerd, je zit dicht bij die families, je zit dicht bij die nabestaanden, dus dat komt bij je binnen. Maar je kunt dat niet beoordelen zonder dat je ook rekenschap geeft van het feit wat dat in die gezinnen en die familie zelf heeft aangericht. Wat kon u voor de nabestaanden betekenen? Vooral door er te zijn voor de mensen. Het medeleven van niet alleen van mezelf, maar ook van de hele gemeenschap over te brengen. Mensen ook het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan in dat verdriet. Hoezeer je ook met familie en vrienden omgeven bent, denk ik dat het troostrijk is dat je ook weet dat iedereen meeleeft. En iedereen leefde ook mee, heb ik gemerkt in die maand. Wat heeft het met u zelf gedaan? Nou, dat heeft bij mij natuurlijk ook. Het komt dichtbij, hè? Op het moment dat mensen uit je eigen omgeving om het leven worden gebracht. En je ziet dat zo dichtbij in de stad gebeuren. Dat kan je niet onberoerd laten. Je bent daar eigenlijk in die periode dag en nacht mee bezig. Was 2021 misschien het zwaarste jaar van u als burgemeester van de gemeente Almelo? Het is heel moeilijk om een gewicht aan een jaar toe te kennen. Hè. Ook in 2021 waren er vreugdevolle momenten. Dat wisselt elkaar in elk jaar, in elk tijdvak wisselt vreugde en verdriet zich met elkaar af. Dus je kunt ook niet, het is ook niet makkelijk om een gewicht qua zwaarte toe te kennen aan verdriet of aan vreugde. Het was wel een complex jaar door niet alleen 4 dodelijke slachtoffers in september, maar ook nog de 15-jarige Lotte die in januari om het leven is gebracht. De impact van de coronacrisis,
Dat maakt zo'n jaar natuurlijk wel memorabel in heel veel opzichten. Ondanks de dramatische gebeurtenissen is er toch ook reden voor tevredenheid. De financiën van de gemeente Almelo zijn op orde. Ja. De waardering van de bewoners voor de stad zelf is weer gestegen. En toch heeft u als burgemeester ook uw bezorgdheid uitgesproken. Ja. Kunt u dat nog eens toelichten? Nou, het gaat inderdaad, zoals u zegt, meneer Kooi, het gaat echt heel erg goed met de stad. Niet alleen maar met het gemeentebestuur, hè, omdat we onze financiën op orde hebben. Maar we zien dat de werkgelegenheid toeneemt. Dat de interesse voor bedrijven om zich met werkgelegenheid in Almelo te vestigen, dat neemt echt een vlucht. En daar zijn we heel blij om. Daar zijn we ook trots op. Want dat betekent dat bedrijven graag in onze stad neerstrijken. Er zijn steeds meer mensen aan het werk. Er zijn steeds minder mensen in een uitkeringssituatie. En je zou dus kunnen zeggen van ja, we zijn booming, hè, zou je kunnen zeggen. Maar ik heb een poosje geleden bij de behandeling van de begroting in de gemeenteraad gezegd, dat je kunt niet alleen maar blij zijn om al die winst die we boeken, die maatschappelijke winst, die economische winst. Dat kan alleen als je ook tegelijkertijd oog houdt voor de onderkant van de samenleving. Want we hebben in Almelo wijken waar mensen in zeer kwetsbare posities moeten leven. Doordat... U bent zelf wijkwethouder van het Nieuwstraatkwartier. Ja. U kent de wijk als geen ander. Ja. U spreekt daar dus ook over. Ja, onder andere daar. En we hebben meer plekken die door de leeftijd van de woningen die er staan kwetsbaar zijn. Die door de sociale problematiek die geconcentreerd is in bepaalde delen van de stad. Nieuwe ontwikkelingen tegengaat. En wat je dus moet doen als gemeentebestuur is niet alleen maar aan die bovenkant uitstralen dat het goed gaat, maar ook investeren in die onderkant. Dat betekent dat wij moeten herstructureren. Hè. Wij moeten onze sociale woningvoorraad deels vernieuwen, maar ook deels aanvullen met andere woonvormen. We moeten proberen spreiding in de stad op gang te brengen van sociale woningbouw en eigen woningbezit, zodat de stad ook een divers uiterlijk kan houden. Hè. Dat hebben we nu, dat willen we ook vasthouden. We moeten mensen in de gelegenheid stellen die, voor wie dat misschien moeilijk is om te investeren op duurzaamheid. Om ook mee te kunnen in de energietransitie. Dat zijn enorme opgaven waar je niet voor weg mag kijken. Omdat ze uiteindelijk het weefsel van de stad bepalen. U heeft onlangs toegezegd opnieuw 6 jaar burgemeester te willen zijn. De raad heeft nog niet daarin toegestemd, begrijp ik. Afgezien daarvan, zou die investeringsagenda voor de komende 6 jaar een persoonlijk doel van u kunnen zijn? Nou kijk, een burgemeester heeft nooit een politiek programma. Dat heeft de raad en dat hebben wethouders, dat hebben coalities of raadsakkoorden. Daar zit de politiek in. Als burgemeester moet je dat proces faciliteren. Maar deze burgemeester is natuurlijk geen machine. Ik ben geen robot. Ik heb maar een opvatting over. U kunt wel over een adviserende rol daar. Zeker. Ik heb een opvatting over waar we met de stad naartoe zouden moeten gaan. Ik heb een opvatting over wat we gedaan hebben de afgelopen jaren en wat er nog meer zou moeten gebeuren. Dat draag ik ook uit. En ik hoop dat de huidige, maar ook de komende gemeentebesturen daar ook een deel van, als het ware, van meenemen in hun afweging. Omdat ik geloof dat de stad daarbij gebaat is. Ja. Als burgemeester bent u ook verantwoordelijk voor de acties tegen ondermijning. Ja. De invallen in het Nieuwstraatkwartier zijn nog op ons netvlies. Onlangs is er een illegaal gokfeest beëindigd. Er zijn garageboxen doorzocht. Wat is uw motivatie om daarmee door te gaan? Ondermijnende criminaliteit maakt misbruik van mensen in achterstandssituaties. Ondermijning maakt misbruik van armoede. Van gebrekkige opleiding, van achterstand. En dus ondermijnende criminaliteit is eigenlijk de meest ergerlijke vorm van criminaliteit die er is, omdat het parasiteert op de achterstand van mensen. En dat betekent dat wij proberen niet alleen mensen aan de voorkant te helpen door kinderen naar school te kunnen laten gaan, door werk te creëren, door wijken te herstructureren, maar ook door verleidingen van ondermijnende criminaliteit tegen te gaan. En we willen laten zien als overheid, en dat doen we samen met de politie, met de Belastingdienst, met de douane, dat een ordelijke samenleving er voor iedereen in de stad is. Iedereen heeft recht op een veilige leef- en woonomgeving. Dat betekent dat we optreden tegen illegale prostitutie in woonwijken. We treden op tegen illegaal gokken. Dat is ook verslavend en gevaarlijk voor de gezondheid en voor het welzijn van mensen. We treden op tegen het bezit van illegaal vuurwerk, omdat het gevaarlijk is. En uiteraard treden we heel hard op tegen illegale productie van drugs en de handel in drugs. Over ordelijk gesproken. Enkele jaren geleden is de ambtelijke reorganisatie ingesteld, als het ware.
Hoe staat het nu op de werkvloer? Wij hadden in de gemeente Almelo tot ongeveer een jaar of 5 geleden een in mijn ogen tamelijk star besturingsmodel in de ambtelijke organisatie. We hebben samen met de gemeenteraad en met het college en de directie heel hard gewerkt aan een nieuwe organisatie. Je zou kunnen zeggen een soort netwerkorganisatie. Waarin disciplines makkelijker met elkaar kunnen samenwerken, dat is één. Maar veel belangrijker, ook een organisatie die makkelijker tot samenwerking met de stad komt. Dat doen we onder andere via het zogenaamde wijkgestuurde werken, het wijkgericht werken wat we hebben geïntroduceerd. Ik heb het gevoel dat ik nu heb bij de huidige organisatie, is dat we flexibel kunnen inspelen op waar de stad behoefte aan heeft. We hebben hoog gekwalificeerde mensen in huis. We zijn wat dat betreft ook een aantrekkelijke werkgever voor mensen die hier solliciteren. Dus ik ben eigenlijk heel tevreden over het functioneren van onze ambtelijke organisatie. En dat zie je ook terug in de waarderingscijfers die onze medewerkers krijgen voor de werkzaamheden die ze verrichten. In hoeverre kunt u zeggen, is het onderlinge vertrouwen weer hersteld? Het vertrouwen in de organisatie is eigenlijk wat mij betreft nooit weg geweest. Hè. In de stad zelf was de waardering voor de gemeente als geheel lang geleden heel erg laag. Als ik nu kijk naar de vertrouwenscijfers in het stadsbestuur, die vanuit de samenleving komen, die gemeten worden, dan mag iedereen, ambtenaren, raadsleden, wethouders en ook ikzelf, mogen we dik tevreden zijn. Laten we vooruitkijken naar 2022 en met name naar maart 2022. Want dan komen er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Ja. Met zoveel partijen in Almelo. Gaat het allemaal dan nog wel lukken? Nou ja, kijk, democratie, en zoals we dat in Nederland kennen, veronderstelt dat partijen, als ze dat willen, mogen meedoen aan verkiezingen. Wij hebben zo'n 15 à 16 fracties in de gemeenteraad. Zijn er op dit moment 15, tot voor kort waren het er 16. Die partijen die daarachter zitten, die kunnen in maart meedoen naar de verkiezingen. Dat weten we eind januari of ze dat doen, hè? Want dan moeten ze hun kandidatenlijsten indienen. De kiezer bepaalt hoe de gemeenteraad eruit ziet. En je kunt in ieder geval niet zeggen dat de kiezer in Almelo geen ruime keuze heeft als ze het stemhokje ingaan. Een ander verhaal is natuurlijk de slagvaardigheid in het openbare bestuur. Ja. Bent u niet bang dat een beetje in gedrang zou kunnen komen? Ja, je kunt enerzijds zeggen dat de slagvaardigheid in het gedrang komt doordat de raad zo gefragmenteerd is. Aan de andere kant, als er veel fragmentatie in een gemeenteraad is, verplicht dat ook het gemeentebestuur om veel draagvlak te vinden voor de ideeën en de plannen die ze heeft. De sfeer in de gemeenteraad is af en toe om te snijden. En met name de omgangsvormen tussen sommige raadsleden. Bent u daar nog van plan om daar iets aan te gaan doen? Ja, ik ben wat dat betreft een tamelijk ouderwetse burgemeester. Ik duld niet echt al dat soort dingen die inbreuk maken op de sfeer of op de goede omgang. Ik vind ook dat in een gemeenteraad met enig decorum gewerkt moet hebben. Een gemeenteraadsvergadering moet een bepaalde uitstraling hebben. Dat weten raadsleden ook van mij dat ik dat vind. Ik bewaak dat ook. Ik luister wel eens met enige zorg naar het debat. Niet vanwege de inhoud, want dat is over het algemeen goed, maar wel eens over de woorden die erbij gekozen zijn. Die zijn niet altijd even vriendelijk naar elkaar. En ik probeer raadsleden voor te houden dat als je vriendelijk met elkaar omgaat, dan kun je ook de volgende dag weer met elkaar verder werken. En dus je moet zorgen in je onderlinge verhoudingen, ook je onderlinge politieke verhoudingen, dat de krassen die er soms echt bij horen, maar dat die krassen niet te diep worden. Het hoort bij de dynamiek van het openbaar bestuur, maar het heeft zijn grens. Ja, absoluut. U heeft vast als burgemeester van de gemeente Almelo een wens voor het volgend jaar. Ja, mijn wens voor iedereen in de stad, voor iedereen die verbonden is aan onze stad, die hier werkt, of die hier woont, of die hier een bedrijf heeft. Ik wens iedereen natuurlijk in de eerste plaats een heel erg gezond en gelukkig 2022. Ik hoop dat de veerkracht die we in deze stad vinden met elkaar, dat we die ook vasthouden. Dat mensen in elkaar ook blijven investeren in de relaties. En dat we vooral ook omzien naar mensen die het minder makkelijk hebben dan heel veel mensen in deze stad het hebben. Mensen die eenzaam zijn, mensen die op afstand staan, mensen die nieuw zijn in dit land en die een bestaan opbouwen. Dat we daar met elkaar naar omkijken. Tot slot, wat wenst u zichzelf toe? Nog hele mooie jaren in Almelo. Ik wil u danken voor dit gesprek. Graag gedaan.